Degenen die er al lang bij zijn, een jaartje of twee, die herkennen deze foto denk ik wel. Maart 2019. Er is veel veranderd in het feit dat behoorlijk wat spelers die op die foto staan, dat die hier niet in de zaal zitten. Alleen een heel klein verschil is waar we voor staan. Kluivert levert balbezit op voor Doniel Malen. Dat is een leeg balletje. Stenks met een stiftje. Een geweldige goal zeg op deze wedstrijd. Wat gaat het helpen? Na een minuut al ligt hij erin. We hebben afgesproken dat we volgens een bepaald plan willen spelen. Iedere keer weer. En dat we altijd volle bak gaan. Stenks. Scherpe lage voorzet. En daar is hij. Boadou 3-2. Ja, je weet gewoon wat er gevraagd wordt nu. Dit zijn gewoon wedstrijden waarin je moet presteren. Het mag niet, maar het moet. Voetballen met een plan. Voetballen dat we samen doen en voetballen op 100%. En daarom heb je volgens mij in de kwalificatiereeks tegen mindere tegenstanders dik gewonnen. De benen gespeeld door Boadou. Ja, zo pikt hij dus een goal ook nog mee. Wordt het 0-6. Ik bedoel, het is wel verslavend zeg maar, om succes te beleven. En heb je in de zware wedstrijden tegen goede tegenstanders, heb je gewonnen omdat je het ook samen deed. Dat iedereen ook bereid was tot het gaatje te gaan. De extra tijd, Javairo Dilrosun. Oh, zo'n mooie. Om het toch nog over de streep te trekken. Je kan gewoon van iedereen winnen als je het samen doet. En als je doorgaat tot het gaatje. Het is één wedstrijd, dus je zal ook moeten winnen. Want anders kan je gewoon de dag erna weer naar huis. Blijf in de wedstrijd. Van minuut 1 tot minuut 95 of 20. Maakt mij daar. Als we dat brengen, jongens, heb je altijd een goede kans. Ik wil eind deze week gewoon. Met die beker in mijn handen staan, ja. Jong Oranje maakt zich op voor een absolute kraker in de kwartfinale van het Europees kampioenschap. In Zeist bereidt de ploeg zich voor op de confrontatie met titelfavoriet Jong Frankrijk. Iedereen heeft de selectie gezien op papier. En dat zijn natuurlijk allemaal jongens die bij goede clubs zitten, wat zeer talentvolle spelers zijn. Maar individuele spelers kunnen het verschil maken. Maar uiteindelijk denk ik dat teams echt het verschil kunnen maken. Dus echt wedstrijden kunnen winnen. Nou ja, daar moeten wij zorgen dat wij gewoon een hartstikke goed team op het veld hebben staan. Het elftal van Erwin van der Looy kent een flink aantal afwezigen ten opzichte van de kwalificatiereeks en de groepsfase. Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Owen Wijndal, Jurriën Timber, Doniel Malen en Ryan Gravenberg zijn door Frank de Boer opgenomen in de selectie van het grote Oranje. Noah Lang, Brian Brobbey en Deovasio Zeefuik hebben zich geblesseerd moeten afmelden. En Ludovic Reis heeft nog clubverplichtingen. We zijn in maart gewoon eerste van de pool geworden, dat is hartstikke positief. Er komen nieuwe jongens in beeld die zich kunnen laten zien. We hebben Rens meegenomen, die is 4,5 jaar jonger dan onze aanvoerder. Ja, dat zijn toch prachtige dingen. Doordat Teun natuurlijk is doorgeschoven voor het EK, wat natuurlijk voor hem een heel groot compliment is en een mooie beloning, mag ik de band dragen tegen Frankrijk. Dus dat is een enorme eer, denk ik. En daar ben ik ook echt trots op, dat is iets moois. En ik denk dat wij als team heel erg gegroeid zijn in deze twee jaar, dus ik denk dat wij een goede pot op de mat kunnen leggen. Ja, we zijn in Amsterdam. En zoals je ziet, lekker dicht bij het bos, bij het Amsterdamse bos. Dus toen ik nog bij Ajax speelde, heb ik dit gekocht. En op het fietsje ben je denk ik binnen een kwartier ben je lekker in de stad. Dus dat is gewoon ideaal. Het is gewoon heel fijn om hier te zijn eigenlijk. Hey, en hoe zit het met jouw kookkunsten? Ja, nou dat is niet slecht moet ik zeggen. Ik denk als je het vergelijkt met toch of niet? Met de rest andere profvoetballers, dan denk ik wel dat ik er prima in zit. Geen sterrenchef, maar... Eitje bakken, gewoon een tostietje. Nee, maar gaat wel iets verder dan dat, laat ik het zo zeggen. Dat nog net, ja. Hij heeft wel een favoriet, dat is geitkaastaart. Daar ben ik zelf niet heel erg fan van, maar hij vindt hem zelf heel goed. Maar het gaat hem prima af. Ja, nee. Dit is het mooiste wat ik hier in huis heb, tenminste dat vind ik. En dit is mijn Champions League debuut. Shirt daarvan. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. Ik denk dat dat wel een droom is die uitkomt als je in de Champions League mag voetballen. Ik denk dat iedereen, als je klein bent, begin je met voetbal kijken. Maar eigenlijk het meeste waar je naar kijkt is je favoriete club in Nederland en de Champions League. En dat je daar dan in mag uitkomen, dat is echt wel geweldig. Dus daar ben ik ook wel heel trots op. Veel mensen hebben ook wel tegen mij in de jeugd gezegd, je bent niet een typische Ajax-speler. Maar
ik dacht dan altijd van, ja, juist wel, want ik heb die winnaarsmentaliteit, denk ik. Dat je elke wedstrijd wil winnen, je wil elk seizoen wil je kampioen worden. En ook als ik ga hardlopen in het bos, wil ik sneller zijn en degene met wie ik loop, dan wil ik ook winnen. En dat zie je denk ik met poelen ook in de documentaire, als ik tegen Teun speel. Ook dan, ja, het gaat maar om één ding en dat is winnen. Natuurlijk hebben we plezier, maar ja, het is toch niet lekker als je vervolgens wegloopt en dat je denkt, godverdomme, toch weer verloren. Doe dan maar even. Oh, drie dezelfde lijn, want dit is wat geschreven. Wat? Kom aan, mijn laatste jaar, jongen. Oh. Ja, jij. Wat ga je doen? Nee, nee. Woehoehoe! Ga je binnen? Ik denk dat iedereen die euforie wel kent in een vol stadion, wanneer de supporters helemaal gek worden, wanneer wij helemaal gek worden, dat is gewoon genieten. Maar ja, als je met z'n tweeën hier speelt, een spelletje, dan is het ook gewoon lekker om tegen diegene te kunnen zeggen, ah, ik heb je toch wel weer gepakt vandaag en morgen weer een nieuwe kans. Dus ik denk dat dat gewoon heel lekker is, dat gevoel dat iedereen wel kent. We hebben de wedstrijden van de eerste ronde wel op ons netvlies nog, waarbij het best wel moeizaam begon. En misschien hadden we op papier misschien wel een net iets sterkere selectie, dat weet ik niet, met Cody, met Noah, iets meer creativiteit misschien. Maar de afstemming was die eerste periode niet zo goed, vond ik. Dus ik verwacht dat we daarin beter zijn, en dat is duidelijk. Ja, het mooiste zou zijn om nu natuurlijk af te sluiten met een Europese titel. Dan sluit je die periode mooi af en dan komt weer het volgende doel, en dat is het grote Oranje. Met je bakken. Wat is het? Voor mij? Ja. Ja. Ik ga ook. Bakken, nee. Nederland is zo'n... Het is één dag en daarna is het eruit. Ik ken niet op Nederland gezond bouwen. Test. Chouamini, Fofana, twee controlerende middenvelders. Die Sassi zitten volgens mij... Ja, nee, er zitten hele goede spelers tussen. Ja, dat weet hij. Ja. Ja, dat weet iedereen. Ja. Ja, wij zijn ook niet slecht. Nou ja, die jongens kunnen wel een balletje trappen. Ja. In de Franse competitie zijn heel veel Afrikaanse jongens ook. Dus ja, snel en fysiek zijn ze allemaal. En wat me in het begin vervelend, maar wel opviel, was dat die spitsen, ja, die gaan echt 90 minuten lang gaan ze maar rennen en rennen. En in Nederland heb je nog wel eens dat ze na 70 minuten denken van nou, weet je, we staan 2-0 achter, ik heb er geen zin meer in, dus dan kan je dat rustig aan doen. Maar daar, ja, 90 minuten wel echt volle bak. Hoe moeilijk is het om dat mee te maken, kampioen te worden, feest te vieren op die bus en dan later te melden in Zeist voor Jong Oranje? Nou, ik zou hem graag door willen pakken. Ik bedoel, het is wel verslavend, zeg maar, om succes te beleven. Nu ik die titel heb gepakt, heb ik wel zoiets van... Het zal mooi zijn als ik deze zomer de EK ook nog mee pak. Of volgende zomer weer staan met een beker. Ja, de penalty-serie moet nu wel serieus worden genomen. Want wie weet, loopt het erop uit en dan moeten we wel ons mannetje staan. Zijn ballen, hè? Maar denken. Chippen. Kijk, de druk een beetje evenaren die bij een halve finale van een EK zit. Of een belangrijke wedstrijd of wat dan ook. Niemand zit in mijn hoofd! Ik denk dat je dat nooit helemaal kan ervaren, maar we hebben toch gedacht van we moeten dat in een partijvorm doen. Want als we gewoon iedereen één voor één een penalty laten nemen, dan is die spanningsboog wel heel erg anders. Moet je vingers tippen. En je ziet wel wie meteen graag een penalty neemt en wie zegt van nou ja, ik wacht wel even. Of die probeert nog een keer achteraan te sluiten. Terwijl we zeggen iedereen moet er één nemen. En dan zie je toch sommigen van hey, misschien kan ik toch nog wel even en gaat nog iemand anders voor. Ja, dat zijn wel eventjes momenten dat je wel in ieder geval even die focus pakt. Nu had ik er eentje bij die wat minder gefocust was, maar toch lekker erin zat. Dat is wel een stiffie ja, over het keepertje heen tijdens de penalty. En ja, paas die dook zo dat verkeerde kantje. Het is toch wel een ander soort druk, denk ik, dan dat je, als zou je morgen in de wedstrijd penalties hebben. Zeg maar. Ja, dan zullen we zien wie er willen nemen en ja, wie soort van boef in de broek heeft, zeg maar. Ja.
gingen golfen. En ja, een keertje wat anders, even het hotel uit. Dus gewoon voor ontspanning, een keertje wat anders doen. Even hoofd niet bij voetbal en lekker gaan golfen. Eerst wou ik niet gaan, maar toen vroeg Verdi van mij van kom even golfen en zo. Toen dacht ik, ja, ik ga wel mee. Ik had toch niks te doen. We zitten de hele dag op die kamer en zo. Word je depressief van, toch? Leg je net alsof die muren op je afkomen. Wacht. Oh. Bij mij was dat geen succes. Ik zeg eerlijk, was beter dan ik dacht. Eerst een paar ballen moest ik even wennen, maar daarna schoot ik ze echt. Richting naar 150, 200 meter. Het is niet dat ik het zo goed kan. Dus misschien even een carrière switch gedacht. Zo, bro. Ver hoor. Oh, kijk die dan. Het is toch een andere sport, andere techniek. Ja, een beetje oude lullen sport, denk ik. Met alle respect. Ja, voordat ik de volle laag straks krijg. Ik was wel beter als Ferdi. Zo, lekkere bal hoor dit. Ferdi is wel beter als pingpong als ik. Dus dat gaat hij wel leuk vinden dat ik dat toegeef. Dus als je dat erin kan zetten, graag. Tarel, je gaat starten morgen. Dat is geen verrassing. Als je ziet hoe je gespeeld hebt en getraind hebt. Wat kunnen we van je verwachten morgen? Wat mogen we van je verwachten? Veel energie. Veel kwaliteit aan de bal. En natuurlijk eerst mijn man uitschakelen en daarna gewoon aanvallend extra bijdragen. Voor mij de grootste concurrent is eigenlijk mezelf. Ik ben heel erg bezig met mezelf en wil altijd beter zijn dan gisteren. En daar vecht ik heel erg mee. En dat is eigenlijk mijn grootste strijd elke dag. Beter te zijn dan die jongen die in de spiegel kijkt. Ik vind dat je daarin eigenlijk soort van dat niet, ja, ik wil het niet zo noemen, maar je moet dat klein beetje scheid moet je hebben. En dat heb ik eigenlijk in het voetbal heb ik dat nooit gehad. Maar bijvoorbeeld op straat, als ik voetbalde, had ik dat wel altijd. So, ik snap eigenlijk niet waar dat verschil in zat eigenlijk bij mij. Maar... misschien omdat ik echt misschien te veel respect had. De grote talenten in Nederland, nou dat zijn er in Frankrijk dan drie keer zoveel, zeg maar. Volgens mij gaan nu het centrum van hun twee jongens voor volgens mij 50 miljoen of zo naar Liverpool en Bayern München, dacht ik. Ja, dat zegt toch wel veel, denk ik. Ze zijn heel sterk, heel veel power. En ze spelen ook graag op de counter, dus je moet zorgen dat je niet te simpel balverlies leidt. Waardoor zij in één keer in hun spel komen en met heel veel snelheid eruit kunnen komen. Dus we zullen gewoon heel zorgvuldig moeten zijn aan de bal. Zelf die bal in bezit houden en snel tot kansen komen. En het liefst natuurlijk een paar binnenprikken, dat zou helemaal lekker zijn. Ik snap, het is lastig, maar laten we dat iemand die lang is. Kom aan! Heerlijk. Ik krijg de bal zo snel. Het huis van mijn ouders. Ze zijn nu dichtbij, boven Kaspel. Vrij veel platteland, maar we komen zo in het dorpje terecht. Oh, die gaan even voor allemaal. Ik ken ook geen fietsregels. Nee hoor, verkeersregels doen ze hier ook niet aan. Het is niet te geloven. Dit is mijn oude school. En hier voetbalde ik eigenlijk altijd al. Dus daar gaan we nu ook maar eens even een balletje trappen. Ik ben wel een beetje actief, vader. Ik moet wel zeggen dat ik vaak met mijn oudste broer in het team zat. Dit is de afmaker en ik was toch meer de loper, zeg maar. Dus ik was meestal van het vuile werk en de paasjes op hem geven en hij maakte ze dan af. En mijn vader en mijn middelste broer hadden het daar toch wel erg moeilijk mee, vaak moet ik zeggen. En die kwamen toch vaak als verliezer uit de bus. Oh!
Ja, de winnaars met Litij Bedaan, die zat er ook altijd al vrij snel in. Ja, als ik dan verloor, ik kon ook altijd wel slecht tegen mijn verlies, maar ik vond het nooit zo heel erg. Ik had evengoed een prima dag verder. En als een van deze twee jongens met name Dani verloor, dan, ja, dan was het echt huis te klein. En dan had hij echt een hele slechte dag. Dus dat was al gelijk het verschil tussen ons. Ja, het is ook het er alles voor over hebben, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, wij gaan stappen, je gaat feestjes, een borreltje, je doet van allemaal dingen. Ja, hij is altijd gedisciplineerd, altijd op tijd naar bed, om je eten denken, heel veel sporten, heel veel op het pleintje spelen. Ja, en dan zie je wat er, waar je kan komen. Ja, daar ben ik wel trots op hoor, dat hij dat bereikt heeft. Ja, ja zeker weten. Ja. Twee teamgenoten speel ik vandaag. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Weg toch of niet? Ja, die gaan weg. Die zijn verkocht. Ja. Maar we zijn wel goede vrienden van me hoor. Twee beesten, dat wel. Gewoon, ja? Spelen ze allebei? Voor Opa Meccano weet ik sowieso. Ja. Kunate weet ik niet zeker. Ik ga hem even appen zo. Maar wel twee beesten hoor. Alleen. Net niet goed genoeg. Voetballend. Zie ik wel kansen. Ik denk dat ze. Of ze dribbelen vaak ook wel in, dus. Ja. Ik denk dan als ze de bal verliezen, dat ik dan. Ik en Myron wel snel weg kunnen zijn. Ik heb echt wel kansen. We gaan zien wie het. Wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan. Ja, lijkt me duidelijk. Het gaat goed komen. De wedstrijden vind ik altijd wel speciaal, omdat je toch je land vertegenwoordigt. En dat is altijd een speciaal gevoel. En ik denk dat we ook echt een goed team zijn samen, gewoon wat een echt een team is. Let's go, boys. Let's go, let's go, hey! Ja, ik verwacht gewoon dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Gelijk, boys. Gelijk erop klappen, gelijk. De energie is daar. Iedereen wordt het gewoon heel graag. Ik denk dat je hier ook tegen wat betere tegenstanders speelt. Kijk naar standaard, boys. Gelijk sterren. Dus aan ons om te laten zien dat we het gewoon ook kunnen op het hoogste podium. En ik denk dat mijn team. Dat toen staat is. Toevallig gisteren keek ik die documentaire terug van jongeren volgens mij in 2007 volgens mij was het. Ja, is toch geweldig. Je ziet ook dat hun heel erg echt team waren en dat gevoel heb ik ook bij ons team, dat we echt gewoon een team zijn. Kom aan, mooi pas erop, kom aan. Ik denk dat de hoge verwachtingen wel bij ons team mogen blijven, dat heb ik wel graag. Kijk wat we doen met druk zetten. Ik denk dat het bijna niet mis kan gaan. Dit is waar Nederland zo lang op heeft gewacht. Eerst kwalificeren. Daarna de groepsfase. En nu de kwartfinale van het EK. En meteen tegen de favoriet van dit toernooi. De Fransen. Mooi aangenomen, schitterende beweging. Kelvin Stenks, schot van hem, was niet zo heel veel. Werd nog aangeraakt ook. Mooie actie van Stenks. Meteen weer druk vooruit van het Nederlands elftal. Nu wel oppassen, maar dat wordt ook weer goed opgelost door Malasia. Prima wedstrijd tot nu toe van Jong Oranje met Boadou, Malasia. Voorzet is hard en dat moet het doelpunt toch eigenlijk zijn. Malasia met het overzicht. En te weinig overtuiging in de afronding. Ikoné. Zet daar Haroui makkelijker van zich af. En dat biedt de ruimte voor een schot. Mooi gepakt door Peilo. Had hem nog net onder de lat weg. Hele goede redding voor het doelman van Feyenoord. Pamecano. Oh, daar zit hij erin. 1-0 voor Frankrijk. Het is wat tegen de verhouding in. Maar wat staat hij daar vrij? En wat gaat daar dan mis in de organisatie bij Jong Oranje? Nou, Stenk staat daarbij, maar kan Upamecano niet stoppen. En zo leiden de Fransen. Haroui. Schuurs. Goed.
langs Aouar. Haasje, en daar is de kans voor Kluivert. Oh, wat wild. Alsof Upamecano en Konaté geen idee hebben wie Kluivert is eigenlijk. Zo'n vrijstaan. Maar dan moet hij hem ook afmaken. Ik moet zo'n hond om elkaar kijken. Kom aan man. Overtuiging. Hup, draaien, open draaien. Je moet toch het gevoel hebben dat er ruimte ligt? En dat er mogelijkheden zijn. Ik zie Per, hij draait door. We lopen één keer iemand voorbij. En je krijgt meteen een mega kans. Omdat ze echt totaal niet weten hoe ze het op moeten lossen. Als ze heel voorzichtig blijven staan. En we blijven hier achterin naast elkaar staan. Nee, kom op. Lef tonen man. Ballen er langs spelen. Lopen. Maar doe het met overtuiging, boys. Godverdomme, je moet toch voelen dat die gasten te verslaan zijn? Zo voelt het langs de kant wel, hoor. Zo voelt het langs de kant echt. Ze hebben één moment gehad. En of we dat nou wel of niet goed geregeld hebben, dat maakt geen reet uit. Dat is klaar. Ze hebben één momentje gehad. Voor de rest niks. En we hebben een paar echt goede kansen gehad. Ga gewoon 45 minuten los, dan draai die pot nog om. Deze. De Wit. Oranje zoekt ruimte. Bordeaux geeft nu aan. Naar de andere kant, naar Malasia. Die heeft inderdaad wat meer ruimte. Kadioglu. Kadioglu schiet daar eens. Wordt geblokt. Haroui. Of van heel ver. Oh, daar is Bordeaux. Bordeaux! 1-1. Maarten doet hij heel knap, zo snel uit de draai. Daar zit natuurlijk ook wel een beetje mazzel bij, want het schot van Haroui was niet als assist bedoeld. Maar het is wel een voor Boadu hele fijne assist. Deze moet dat zien dicht te lopen, echt weg is die bal nog niet. Daar is dan Bijlo. Weer een goede redding van Justin Bijlo, niet zijn eerste. Stenks. Goeie opening op Boadu. Doen meteen twee man naar hem toe. Dus het overzicht en de ruimte bij Stenks zoeken. Schot. Haroui met de poging. Gesteund door zijn familie hier op de tribune. Oranje speelt echt een van de beste wedstrijden. En dat is ook nodig tegen een van de beste tegenstanders. Nu jezelf belonen. Kadioglu. Weer is er wat ruimte. Weer is het schot toch teleurstellend. Er zijn kansen. Maar je doet er wat te weinig mee. En weer het druk zetten van Jong Oranje. Want ze hebben daar over het algemeen best wel moeite mee. Maar nu wordt daar goed onderuit gespeeld. Is Botman gezien. En is daar de kans voor Ikoné. Ikoné, nee. Schuurs. En daar gaat hij niet in. Ongelooflijk. Daar ontsnapt Jong Oranje. Omdat, en dat is eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd, Frankrijk nu wel die druk weet te spelen. Allemaal wat moeizamer nu. De Fransen worden sterker. Jong Oranje krijgt het moeilijker met deze die dit oplost tegen Aouar. Stenks, oh goed, schat de bal prima in. Dan is Kluivert daar. Kluivert, nee, geen kans om uit te halen. En uiteraard ook geen overtreding. Bal gespeeld door Konaté. De Wit durft geen overtreding te maken. En dat is dus de volgende kans. Is wel wat kracht om Bijlo in de problemen te brengen. Upamecano. Nu, Boadu. Kluivert is er. Boadu, andere kans. Hij zoekt Kluivert wel, maar de paas is volledig mislukt. Dat is er goed langs. Echt wel te makkelijk. Bij Haroui. Nawassa, ook bij deze er langs. Hij moet wel nog even volhouden om die verlenging te halen. Lameni met de voorzet. En daar is toch bijna Aouar met de beslissing. Wat een kans voor Aouar.
om Frankrijk naar de halve finale te komen. 3 minuten erbij, dan wordt het verlengen. Voorzet makkelijk voor Peilo. Gaan nog één keer snel opschakelen met Steeks. Oh, er ligt ruimte. Er ligt heel veel ruimte. Kluivert heeft Boadu mee. Hij ziet het. Kluivert. Boadu! En Jong Oranje met een geweldige counter. Langs de Fransen. Na de halve finale. In een fase waarin het opleek. Waarin de Fransen zoveel sterker waren. Scoort Boadu. Het ongeloof bij de Fransen. Hoe ze dit uit handen hebben kunnen geven. Jong Oranje klopt Frankrijk. En dat is een ongekend knappe prestatie. De favoriet voor dit EK naar huis door de mannen van Van der Looy. Ik heb mooi zien of zo. Come on! Ik heb mooi ze! Ik ga de bal zo snel worden. Nee, lekker boys. Ze zijn er gewoon nog, boys. Ze zijn leuk. Kom maar, goed verzorgen. We gaan nu gewoon door, hè. We zijn nog nergens. Oh. Uitstekend. Ik heb echt van jullie genoten. Dit was precies de tweede helft waar we het over gehad hebben. Hè? Tot het gaatje, allemaal. Dan komt het er vanzelf wel een momentje uit. Zeker, man. Ik op jou, hè. Ja, want ze gingen allebei naar je kant. Ja, toen ging je in kaas. Broer, dat was precies het goede moment. Ze gingen de buitenspel een beetje ophouden, hè, broer. Zeg, ik ben snel uit, broer. Zoals hoofd staan. Eén bal. We zijn weg, broer. Niemand kan ons houden. I love you, my God, too. But I live life for you. I got my eyes on you. You got fights on you. I love you, die for you. But I live my life for you. Mami. Wat? Wauw. Dankjewel. Ah, mami. Ja? Ik ben straks, ik ben straks. Straks, als je thuis bent, als je thuis bent. Love you too, man. Doe dit. Wauw, mami.